Hey, boom boom. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Holy shit, het is Vandaag gaan we gewoon een leuke toffe vette video maken. Ik heb heel goed nieuws en ik heb een nieuwe microfoon besteld. Want mijn microfoon is hij heeft zijn tijd gehad. Dus wij hebben nu een nieuwe microfoon. Nog niet in deze video, maar wel in alle andere video's. Morgen komt mijn beste Q&A ooit online. Dus zorg gewoon dat je morgen mijn video kan zien. Morgen komt... Ik zweer dat jullie gaan allemaal de Q&A awesome vinden. Dus check morgen zeker mijn channel om 7 uur. De Q&A wordt episch. Ik heb by the way ook de toverstaf van Voldemort teruggevonden. Fucking epic. Avada kedavra. Dus vandaag gaan wij gamen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Een video met een heel leuk, raar, misschien een beetje random onderwerp. Moet gaan leuk worden. Jongens, smash zeker even deze like. Ik hoop dat jullie een leuke tijd gaan hebben als jullie kijken naar deze video. Ik ben Exit en ik zou zeggen, jongens, er bestaat een nieuwe app. Jongens en meisjes, download even allemaal Beam. Hier staat het, Beam. Download even allemaal Beam. Het is een soort van nieuwe Snapchat. En het is veel cooler dan Snapchat. Dus download het even. En follow mij daar dan even op. NathanXAZit. Kan je me followen. Het is een soort van Snapchat. Maar dan veel cooler en veel uitgebreider. En je kan er coole dingen mee doen. Dus nu even testen. Vandaag zijn we dus een video aan het maken. En deze video wordt fucking awesome. Dus jongens. We gaan de video maken. Let's go. Zo record je dus met deze app. Je neemt gewoon... het ding en je plaatst het tegen je borst en dan record het. Fucking awesome. Schoon vet. Nu gaan we dus beginnen met de video. Jongens, ik ben Exit en ik zou zeggen, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, let's fucking go. Wow, waarom staat de cam zo vet? Dat is omdat ik het... Ik verander het zo wel. Ik vind het leuk dat jullie nu eens een full ankle zien of mij hier zitten terwijl ik video opneem. Maar oké, we gaan er gewoon direct in vliegen. Jongens, dit is de laatste video met deze Blue Yeti mic. We gaan beginnen aan de video. Jongens, let's jump straight into the video. Let's go. Doe zeker ook even een duimpje omhoog op deze video, want het is wel een speciale video. Ik ga gewoon het nuttigste van mijn week vertellen. Dus let's go, YouTube. Mijn naam is Exit. Het vandaag een nieuwe 6 versus 6 team deathmatch op de map Aftermath. We spelen vandaag met de AN94 Silencer Stock. En we gaan gewoon proberen een lekkere gameplay te droppen. Ram zeker even deze like zoals ik deze tactical insertion ga rammen. Dat was een Mike Romeo imitatie. Oh, wat mis ik die vette commentaries toch van Mike Romeo. Als er iemand van jullie Mike Romeo kent, dan weet je gewoon wie de beste commentator ooit is. Dan weet je wie geschiedenis heeft geschreven op YouTube. Dan weet je wie ervoor gezorgd heeft dat Call of Duty echt een hype is geworden. En eigenlijk mis ik Mike Romeo echt wel fucking hard op YouTube. Net zo hard als Patserig Gedrag en net zo hard als Big Play Bows. Ze waren alle drie fucking goede commentators en niet te vergeten waren ze alle drie gewoon fucking goed in Call of Duty. We halen even verhalen uit de oude doos. Oké, mijn jongens, vandaag gaan wij het hebben over iets heel. Ik heb namelijk eens iets nuttig meegemaakt in mijn leven waar ik jullie over wil informeren. Toen ik enkele dagen geleden naar huis ging en toen ik terugkwam van mijn werk, ging ik dus naar huis op mijn skateboard, want ik ging gewoon op mijn skateboard. En het is een pittig lange weg naar huis als ik langs de dijk wil gaan. Dus ik dacht, fuck this shit. Ik ga langs de binnenbuurt van Blankenbergen. Was niet het slimste idee om langs de uitgangsbuurt te gaan, maar oké. Het ging veel sneller. Dus ik zo badass als ik ben, door die uitgangsbuurt van Blankenbergen. Zero fucks were given that day. Ik dacht gewoon, tijd is geld en ik wil snel thuis zijn. Dus ik gewoon langs die uitgangsbuurt, even naar huis. Ik dacht, er zit toch nooit iemand in Blankenbergen. Dat was dus helemaal verkeerd gedacht. Er was enorm veel volk in die uitgangsbuurt. Ik ging namelijk door die straat. Is een lange straat. Allemaal cafeetjes aan de zijkant. Eigenlijk maar drie, waarvan er meestal twee gesloten zijn. Maar oké. Ik ben nog nooit uitgegaan in Blankenbergen. Fucking marginaal. Maar oké. Ik passeer daar dus gewoon op mijn skateboard als een chille dude. Ik was moe. Het was net 12:30 of zo. En ik kwam terug van mijn werk en ik wou gewoon naar huis. Ik wou gewoon nog even skypen en een beetje chillen. Dus ik rijd daardoor. En opeens word ik tegengehouden door een allochtoon. Geen heet naar allochtonen. Zijn ook gewoon chille mensen. Maar het is gewoon om het verhaal te verduidelijken in enkele details. Ik werd dus tegengehouden door een allochtoon en die zei tegen mij: hé, jij hebt wel een vet skateboard.
mag ik daar eens op rijden? Ik dacht in mezelf van, nee, ik kan je niet. Nee, je mag niet op mijn Peralta, fuck off. Maar dat zei ik natuurlijk niet. Dus ik gewoon zo vriendelijk als ik ben. Nee, sorry, ik heb niet graag dat random mensen op mijn skateboard gaan. Toen ik dit had gezegd, keek hij heel raar naar mij. Hij keek zo op een manier van, what the fuck? Zeg je tegen mij. Zo keek hij naar mij. Hij was niet voorbereid dat ik ging zeggen nee. Dus wat doe je in zo'n situatie? Hij zegt tegen mij. Wat zei je daar? Natuurlijk had hij gehoord wat ik zei. Natuurlijk had hij gehoord dat ik zei nee, je mag er niet op. Maar hij vroeg het gewoon nog eens om me nog eens de kans te geven om te zeggen ja. Dus ik gewoon. Ik heb niet zo graag dat er mensen op mijn skateboard gaan. Maar terwijl ik dit aan het zeggen was, had hij al lang mijn skateboard genomen en was hij er al naar aan het kijken. De reden waarom ik niet echt iets terug deed, zijn deze redenen. Hij was een kop groter dan mij. Hij was twee armen breder dan mij. En hij had zwart haar. Niet dat daartoe doet, maar ik zeg het gewoon even voor de details. Dus ik stond daar zo te kijken naar die dude, zo van... Ja, mag ik alsjeblieft mijn skateboard terug? Hij reageerde er niet eens op. Hij zei niks. Hij keek gewoon en hij hoorde en zag dat ik iets aan het zeggen was. Hij negeerde het gewoon volledig. Hij keek naar me en hij keek zo naar me van shit, fuck up. Dus ik dacht, oké, hij is gewoon aan het kijken naar mijn skateboard. Hij gaat er wel niks mee doen. Als hij er iets mee doet, dan neem ik mijn mes uit en steek ik hem neer of zo. Dat was een beetje verkeerd gedacht. Hij negeerde me volledig. Legde mijn skateboard op de grond. En hij ging erop gaan zitten. Hij ging gaan zitten op mijn Peralta. Ik ga zitten op mijn stukje geschiedenis. Op mijn parel. Ik was bang, oké? Ik dacht serieus dat mijn board gewoon ging breken als hij erop ging gaan zitten. Dus ik stond daar echt te kijken naar die dude van, alsjeblieft, ga eraf. Maar ik zei niks, want ik was bang dat hij toch een mes op zak had. Omdat als je naar de uitgangsbuurt gaat in Blankenbergen, dan kom je meestal wel met wapens. Dat zeggen mensen toch die ik ken. En hij ging dus gewoon gaan zitten op mijn Peralta. En hij zei niks. Hij ging erop gaan zitten, haalde zijn telefoon uit en begon te sms. Zo zat hij daar op mijn skateboard. Niks te zeggen. Oh ja, nog even een klein detail. Die jongen was ook niet meer al te helder. Hij had waarschijnlijk al een paar biertjes op. En waarschijnlijk ook nog allemaal andere shit. Dus ik dacht wel even in mezelf van oké, wat er hier ook gebeurt. En ten tweede, mijn skateboard zou het ook niet overleven. Dus vandaar dat ik toen dacht, oké, er moet actie ondernomen worden. Wat heb ik toen gedaan? Hou je vast. Nu komt iets wat ik heb gedaan waar ik echt trots op ben. Ik dacht, oké, we gaan even kijken of hij dom is. Dus wat heb ik gedaan? Leef je even in dit moment. Ik zei, wow, holy shit. Oh, shit, ga even van mijn skateboard, check dat. Hij zo, verschoten als hij was, direct zijn telefoon in zijn broekzak, ging recht staan en keek naar mijn skateboard. Ik dacht, dit is het moment. Ik nam mijn skateboard en ik ben fucking snel weggelopen. Ik zweer het je, mijn hart ging tekeer. Ik had stress. Ik dacht dat hij vrienden had die mee gingen komen met hem. Ik dacht dat ik dood was. Ik dacht dat mijn leven gedaan was. Ik dacht, dit is een speciale manier van zelfmoord. Maar nee, ik ben gewoon weg kunnen gaan. Het was helemaal niet zo spectaculair. Het was meer gewoon ik die in een smal straatje begon te lopen en te rijden op een skateboard. En ik ademde redelijk hevig. Ik kon me waarschijnlijk wel inhalen, want ik liep namelijk niet zo heel snel omdat ik stress had. Maar oké, ik vond het best heldhaftig. Daarom vertel ik het ook aan jullie, omdat er een keer iets nuttigs is gebeurd in mijn leven. En ik ben er best trots op dat het is mogen gebeuren, snap je? Maar ik heb er ook een hele wijze les uit geleerd. Ga nooit langs de uitgangsbuurt van Blankenbergen na middernacht zonder wapens. Volgende keer neem ik sowieso een busje deodorant mee. Wat ik op het moment zelf dan toch niet ga gebruiken omdat ik er geen ballen voor heb. Maar oké, het gaat gewoon om het gedacht dat ik toch iets bij heb om mezelf te verdedigen. Stel er zou iets gebeuren. Bedankt om te kijken naar deze video. Vonden jullie het nu leuk? Hebben jullie gelachen? Vonden jullie het een beetje aangenaam? Dus zeker even een duimpje omhoog. Dit was de allerlaatste video met deze Blue Yeti. Dus ik hoop dat jullie hier toch een leuk momentje van hebben kunnen maken. Ik ben Ezit en ik zou zeggen adios. Jongens. Meisjes en bitches. Adios. Adios. Vergeet niet dat er morgen een Q&A online komt. Om 7 uur. Like die. Ja.